Hallo en welkom bij Het uur van de muze. Een nieuwe reeks waarin wij met de enkers van DNW filosofisch gaan reflecteren op enkele media. Dat kunnen zijn films, documentaires, misschien doen we op een gegeven moment wel een serie. Waarvan wij denken dat daar enkele belangrijke thema's over deze tijd in worden aangesneden. En waar wij graag samen met de kijkers over na willen denken. Wij zouden de kijkers dus ook van harte aanraden om vooral mee te kijken. In deze eerste aflevering ga ik in gesprek met Ad en Jelle over I'm Thinking of Ending Things. Leuk jongens, ja, dat jullie er zijn. En met jullie deze nieuwe reeks af te trappen. I'm Thinking of Ending Things, de film van Charlie Kaufman. Voor sommige mensen een bekende regisseur, scriptschrijver. Ik was nog niet zo heel goed bekend met zijn werk. Dit was eigenlijk een van de eerste films die ik van hem zag. En het is een wonderbaarlijke film. Ik ben wel heel benieuwd hoe jullie die film hebben gezien. Hebben jullie misschien alvast wat eerste indrukken? Nou, wonderbaarlijk zeg je. Ik vond hem diep eenzaam. En pijnlijk daarin ook. Dus dat is denk ik wel mijn hoofdervaring. Een vereenzamende film. Ja. Ja, ik vond het vooral vervreemdend. Ik herken die eenzaamheid ook, maar er zit denk ik één element bij wat heel belangrijk is en dat is toch de rol van de waan. En als een vrij essentieel onderdeel ook van die eenzaamheid en die vervreemding. Dat maakt het ook een lastige film, ook om te duiden. Je moet denk ik ook niet proberen hem heel coherent te maken, maar vooral ook als een aanleiding nemen om een aantal motieven die nou ja, in mijn ogen ook wel iets zeggen over de postmoderne mens, om die eruit te lichten. Ja, nee, inderdaad, dat thema van postmoderniteit en laten we zeggen het oneindige verstuiven van de verwijzing en de referentie en een teken dat verwijst naar een ander teken, Die thematiek die herken ik ook wel heel sterk, dus we gaan dat samen wat nader uitpakken ook met z'n drietjes. Ja. Misschien leuk om eerst de kijker even wat meer mee te nemen. In kort een plotbeschrijving van de film. Ad gaf al even aan, het is een film... De spoiler. De spoiler, ja precies, spoiler warning. Nou, dat geldt denk ik voor dit hele gesprek. Hè? Dus we zeiden al, kijk vooral de film mee. We zullen echt op de details ook ingaan. Dus als je de film nog niet hebt gezien, kijk hem eerst even. Zet dan dit gesprek aan. Dan kunnen wij misschien je ook nog op wat andere ideeën brengen over wat je nou precies hebt gezien. Maar nee, inderdaad, spoiler warning, dat staat voor zich. We gaan echt diep op de film in. Nou ja, Ad gaf al even aan, hè? Het is een film waar de waan bijna een van de centrale thema's is van het hele narratief. Dus wat ik nu ga vertellen over een korte samenvatting van het plot moet ook wel met een korreltje zout worden genomen. Ja. Want al die thema's kunnen we vervolgens ook weer uit gaan pakken en uit gaan kleden. Maar de film gaat ogenschijnlijk over een roadtrip ondernomen door ons hoofdpersonage Lucy. Die samen met haar vriend Jake, die ze eigenlijk pas een week of 6, 7 kent... Zij ondernemen samen een roadtrip naar de ouders van Jake. Dan zijn we het eigenlijk voor de eerste keer voorgesteld aan zijn ouders. Ze kennen elkaar nog niet zo lang. Zij is natuurlijk ook een beetje onzeker over dat contact dat ze met die ouders zal gaan leggen. Zoals denk ik voor ons allemaal wel bekend is als je voor de eerste keer wordt voorgesteld aan de schoonouders. En zij grijpt zelf ook een beetje de roadtrip aan als gelegenheid om te reflecteren op die relatie. En waar we enerzijds samen met Jake en Lucy een groot deel van de film in de auto doorbrengen, horen we ook veel van Lucy's gedachten over de relatie met Jake. Zij twijfelt ook sterk over of die relatie wel houdbaar is, ja of nee. En dat is dan ook al meteen een zinspeling op de titel van de film. I'm Thinking of Ending Things. Je krijgt sterk het idee dat zij ook mogelijk een ander pad op zou willen gaan en dat zij een toekomst voor zich ziet zonder Jake. Nou, het grote eerste deel van de film is eigenlijk de weg naar het huis van Jake's ouders. Ik denk dat je kan zeggen dat de film heeft een beetje een driedelige structuur. Het eerste deel zit je echt op weg in de auto naar het huis van Jake's ouders. Middendeel van de film, het grootste deel daarvan, beslaat eigenlijk het bezoek aan de ouders van Jake. Waar dan nader wordt kennis gemaakt met de ouders en daar doen zich ook hele vreemde situaties voor. Het laatste deel van de film is dan eigenlijk de weg naar huis, dat zou het moeten zijn. Maar daar wordt eigenlijk het verhaal raarder en raarder en raarder en eindig je eigenlijk op een hele andere plek dan je aan het begin van de film had verwacht. Nou, dit is een korte samenvatting. Ik hoor graag wat van jullie ideeën, jongens. Wat voor film is dit nou? Is dit een goede beschrijving van het verhaal of is er eigenlijk iets heel anders gaande achter de schermen? Jelle. Nou, mijn ervaring bij de film was dat in het begin denk je van... Oké, een jongen met zijn vriendin en hij lijkt wat verliefder op haar te zijn en wat sneu, maar ze gaan het toch doen. En ze bezoeken dus die, haar schoonouders. En hoe langer hoe meer krijg je het idee van dat zij op een bepaalde manier op afstand staan tot elkaar. Dus zij zit bijvoorbeeld hard op te denken en als kijker kun je dat meekrijgen. Terwijl je ook overduidelijk als kijker identificeert met Jake. Maar de afstand is dus dat zij eigenlijk niet echt met hem verbinding lijkt te maken. Maar als kijker ga je wel in haar hoofd. Dus je identificeert je met beide personen. En tegelijkertijd, gek genoeg, zie je dat Jake heel goed lijkt te reageren op wat zij denkt. En gedurende de film ontdek je dan steeds meer dat zij waarschijnlijk... Eerst speculeer je gewoon van... Zijn ze zo goed op elkaar ingespeeld dat hij haar aanvoelt of zo. Maar steeds meer krijg je het idee dat zij eigenlijk meer zijn fantasiegestalte is. Zijn gedroomde vrouw. Ja? En dat perspectief wordt ook wel gedurende de film steeds meer bewaarheid. En dat is wel een mindfuck. Want tegelijkertijd zie je twee personen. Dus je vraagt je af, bestaat ze nou wel, bestaat ze nou niet? En er zijn allerlei details die daar dan op wijzen. Een belangrijke is bijvoorbeeld dat ze een gedicht declameert tijdens de rit. En dat gaat over eenzaamheid ook trouwens. Coming home alone is terrible lonely zelfs. In verschillende variaties. En zij zegt dat dan en hij herkent dat gedicht en zij kent dat uit haar hoofd. En hij is daar ook wel van gecharmeerd. Maar later komt zij dus in zijn jongenskamer en dan blijkt dat gedicht ook open op zijn bureau of op zijn bed te liggen. Dus dat is zo'n klikmoment in je hoofd dat je denkt, hé, maar had hij nou gesprek met haar? Of... En in het fantasiebeeld van haar zitten allerlei idealiserende dingen die je gewoon uit relaties wel kent. Dus bijvoorbeeld, zij is poëtisch, ze blijkt ook geriater te zijn. Hè? Dus dat gedeelte van de medicijnen dat zich bezighoudt met verouderingsprocessen, met ouderdom. Ja. En schilder. Ja. En ze is heel geleerd, net als hij overigens. Ja. Dus je merkt ook wel, ze hebben echt in hun gesprekken een goede, snelle intellectuele klik met allerlei culturele referenties. Ja. Hè, van musicals en boeken, films. Maar steeds dubbel. Dus hele snelle klik in van heb je dat gezien en dan dat liedje gaan zingen of die reclame. Maar ook die afstand. Dus... Wat altijd even de vervreemding noemde en wat ook te maken heeft met de eenzaamheid in de film. Dus dat zij op grote afstand staat en tegelijkertijd in hem lijkt te zitten. Die wisselwerking, nou, dat is een belangrijk psychologisch motief. In ieder geval tot en met dat ze bij die ouders komen. Ja, dat valt nog ook meer over te zeggen, maar dat is even eerst. Dit is even een aftrap inderdaad. Ja, de vraag is natuurlijk wie nou wiens verbeelding is. Dus jij zegt, het lijkt steeds meer over Jake te gaan. Ik denk dat je kan even goed stellen dat Jake ook weer een fantasie van haar is. En je ziet ook in de film allerlei momenten waarin plotseling de kamer leeg is, zij helemaal alleen is, zij hem kwijt is en dan volg je haar. Ik denk dat het een iets fundamenteler perspectief is, dat je ziet dat hier droom en werkelijkheid door elkaar gaan lopen. En dat in de werkelijkheid eigenlijk al voortdurend iets van, laten we zeggen, de binnenwereld is geprojecteerd. En dan komt het denk ik ook dichter in de buurt van waar wij met elkaar staan. Ik moet zelf ook denken aan de traditie van Jung, maar ook iemand als James Hillman met archetypische psychologie. En daar, naar mijn mening, zie je dat heel duidelijk hierin naar voren komen. Kijk, je kunt zeggen dat natuurlijk wanneer wij dromen... In die droom allerlei bekende figuren tevoorschijn kunnen komen. Je broer die altijd dit of dat gedrag had, of de schoolmeester, of een juffrouw, of je moeder, of je vader. Je kan ook zeggen, ja, daar speelt dus iets in jou wat wordt vastgezet op zo'n persoon. Nou, dus in die persoon van je droom verschijnt eigenlijk iets wat in jou speelt, wat in jou leeft. Bijvoorbeeld een minderwaardigheidsgevoel, waardoor je steeds weer over die leraar droomt die jou die onvoldoende geeft of die je terecht wijst. Dus die leraar is dan een zinnenbeeld eigenlijk van een motief wat in je eigen bestaan een rol speelt, maar komt tevoorschijn. Nou, dat is niet alleen in de droom, ook in onze werkelijkheid speelt dat natuurlijk mee. Ja? Zijn er altijd al dingen die wij van een bepaalde waarde voorzien of die een betekenis hebben, waarin, heeft niet met de persoon sec te maken, maar al met die relatie en met de manier waarop ik in die relatie bepaalde verwachtingen heb, bepaalde illusies heb. Denk maar aan de verliefdheid, welke illusies je kunt hebben over degene die tegenover je staat. En ik denk waar het dus start is, ik zou bij de titel willen beginnen. En dan kunnen we misschien dadelijk nog wat dingen verder ontrafelen. Thinking, I'm thinking of ending things. Daar hoor je al twee keer thinking en things. Aan het begin, wanneer ze in de auto zitten, spreekt zij dat uit. En het wordt vertaald als... ja, ik denk dat het voorbij is of zo. Dus wat je kunt hebben in een relatie. Ja. Denk van, oh nee, dit is niks. Weet je wel, dit is ik. En dat is die vervreemding aan het begin. Van eigenlijk is zij al weg. Ja? Het interessante is alleen, ze blijft wel. Dat wordt ook een motief. Zij had nee moeten zeggen, maar ze zegt voortdurend toch ook ja. En ze gaat mee met allerlei... Ja. Je kan zeggen, dat is ook een zielsmotief. Ja. Ik denk dat, ik heb wel eens een keer met mijn goede vriend Mark Wildschut, die ik ook al eens aan tafel heb gehad, erover gehad dat in een ontmoeting tussen mensen, ook als je terugdenkt aan de relatie, is, als je terugdenkt aan de eerste 5 minuten van die relatie, eigenlijk al iets heel fundamenteels zichtbaar wordt. Ja, over de aard van de interactie. Over wat er goed zit of wat er slecht zit. En dat heeft natuurlijk met die ander te maken, heeft met jou te maken. En je kan zeggen, dat is de gedachte die zij verwoordt, die haar ook achtervolgt, is tegelijkertijd iets wat die je in de film bijna door de tijd heen als een gebeurtenis zich ziet voltrekken. Dus je kunt terug naar een begin gaan en naar een motief wat eigenlijk in de loop der jaren, en ik durf in dit geval zelfs te zeggen bij deze film decennia, er eigenlijk fundamenteel iets zich voleindigt. Dat motief wat in haar ook leeft, maar... Zij blijkt ook een fantasie te zijn van hem. Hè, want die ziel is niet iets wat puur van één individu is. Daar gaan we het zo ook nog wel over hebben. Maar er voleindigt zich iets wat in haar huist. Dus het gaat, in mijn optiek is het niet alleen dus zozeer een relatie tussen mensen. Maar ja, je zou kunnen zeggen een zielsdynamiek. Waarin ze misschien wel beide zijn opgenomen. En waarin er een soort van, zoals je dat bij de eerste verliefdheid ook hebt, een soort spiegelspel gaande is. Dat is ook een thematiek wat ik in het staat van verwarring, over staat van verwarring gesproken, staat van verwarring helemaal heb uitgewerkt. Een soort spiegelspel waarin zij ook elkaars patologieën in zekere zin voltrekken. En nou, wat die patologieën zijn, daar kunnen we het zo nog over hebben. Maar dat is wel de beweging die volgens mij ook in deze film, ook met die eigenaardige tijdsprongen, naar het verleden, naar de toekomst, zichtbaar worden. Een soort tijdloze of een andertijdige substraat wat zich hier manifesteert. Ja, nee, dat vind ik inderdaad wel heel herkenbaar voor inderdaad mijn eigen lezing van de film. En ik zou misschien nog een stapje verder willen tillen zelfs dan jij. Kijk, wat je ook aangeeft, het aantal thema's komen naar voren wat jullie zeggen. Hè? Relaties, eenzaamheid, heel belangrijk. Maar ook dat droomachtige element, een manier waarop werkelijkheid en illusie, waan door elkaar gaan lopen. Projectie. Voor een belangrijk deel, manier waarop ook dingen in de wereld, dus de gestalte van jouw eigen droomwerkelijkheid aan kunnen nemen. Wat ik me afvraag, ik heb dat in jullie nog niet gehoord, het ging net over de hoofdpersonages zijn Lucy en Jake. Maar heel af en toe in de film kom je even een ander personage tegen, een janitor. Wat is het Nederlandse woord ook alweer? Hè? Een onderhouder van een school. Ja. Conciërge. Een conciërge, precies. Hè? Die zie je maar heel af en toe, die komt dan voor in de film. Dat lijkt ook helemaal los gezongen te zijn van de rest van het verhaal. Maar op het einde van de film kom je die conciërge nog even tegen en zie je hem in zijn auto gaan zitten. Hij zet de hitte van zijn auto aan, kleedt zich helemaal uit. Of hij zet de hitte van zijn auto uit, kleedt zich helemaal uit en het lijkt een beetje alsof hij op dat moment afstand aan het nemen is van het leven. En voor mijn gevoel, jij zinspeelde ook al even op dat ambiguë van de titel I'm Thinking of Ending Things. Oogenschijnlijk gaat het over een relatie. I'm thinking of ending things in deze relatie. Maar deze man is mijn lezing, Jake. Je ziet het ook staan op zijn naamkaartje. Hij is Jake, de janitor. Jake is aan het besluiten om een einde te maken aan zijn leven. En is wat wij zien niet de laatste droom in zijn leven, waarin hij inderdaad zijn hele geschiedenis nog eens zelf afgaat. Zijn ouders komen terug in vervormde gedaantes. Al die relaties die hij in het verleden heeft gehad. Je loopt nu vooruit. Nee, maar dat is, dus de vraag is wie nu verbeeldt. Precies. Maar ik denk dat is ook het droomachtige. Ja. De aard van het perspectief ook niet expliciet wordt gemaakt. Ja. Dus je wisselt zoals je het in een droom ook kunt hebben. Ja. Plotseling ben je ook een ander personage. En ik denk hier, dus je ziet, er zijn allerlei aanwijzingen dat Jake in feite degene is die zich een liefde voorstelt op een manier die hij nooit heeft weten te realiseren. Nou ja, goed, maar misschien kunnen we het daar nog... ik ben het eens op zich wel met Ad om voor een veelzijdige interpretatie te gaan. Ja. Dus ik vind het wel mooi dat jij zegt van, Jake is ook een fantasieproduct van haar. En het einde van de film, het eindigt inderdaad veel meer op vanuit het perspectief van de oude Jake, die hallucineert, die terugkijkt, droomt. Dit zijn ook schizofrene ervaringen, waarbij realiteit en illusie en desillusie door elkaar heen lopen. En dat allemaal kenmerkend is voor de droom, goed gezien, denk ik. Ja. Over die relaties en die illusies. Nou, misschien moeten we toch, want ik denk, dus we kunnen naar die lijn toe. En ik denk dat overigens klopt, hè? Ook hoe die zijn eigen grootheidswaan en zo. En ook zijn... Want hij wint ook nog de Nobelprijs op het einde en zo. Maar misschien hebben we toch even, zou mijn voorstel zijn, beginnen bij het begin. En een aantal elementen daaruit halen. Dan kunnen we wel verwijzen naar de rest van de film. Maar, ja, spannend. Bijvoorbeeld die... want hoe heb jij... Dus je ziet eigenlijk hun vertrek. Ja. En dan vrijwel meteen begint het te sneeuwen. Ja. Nou ja, dat is het eerste deel van dan krijg je dus die relatie die toch tamelijk vervreemdend is in de auto. Ja. Dus Jelle. Sowieso eerst die relatie, waarom die bevreemdend is, zij gaat dus met hem mee en ze lijkt niet echt te willen. Dus het is je kunt je voorstellen dat dat inderdaad, maar dat is vanuit haar perspectief. Vanuit haar perspectief. Maar nu vanuit zijn perspectief. Ja. Dat is enorm pijnlijk. Ik heb dat zelf nooit zo gehad op die manier. Misschien een keertje met een schoolvriendinnetje of zo. Maar ik weet wel van vrienden dat het een heel diepe, frustrerende ervaring was. Die diepe afwijzing. Maar die dus in de relatie blijft bestaan. Ja. En dan wordt het inderdaad waar jij eerder over begon, over dat je een soort minderwaardigheidscomplex kan hebben. En dan zoek je dus ook een vrouw op die niet helemaal voor je gaat. Terwijl ze dus in jou wel... het vuur laat branden, dus de passie wordt overgedragen. Hij is duidelijk verliefd op haar, hij wil haar ook behagen. Maar zij komt niet over de brug. Dus er blijft een zekere kilte, en dan komen we ook op de sneeuw. Ja. Er blijft een zekere... er komt geen overdracht. Dus zij wil haar liefde uiteindelijk niet geven, maar ze blijft wel. En dat is dat... Ja, als je zo'n soort relatie hebt, dat moet verschrikkelijk zijn. Die pijn, die zie je heel mooi in hem verbeeld. En daarom is het ook niet alleen maar een illusie, maar ook de worsteling met de desillusie voor hem. Want hij had graag zo'n relatie willen hebben, maar hij ziet ook volgens mij wel in dat dat niet klopt, hè? En wat er niet klopt, nou ja, gesproken in termen van de elementen dan, is die sneeuw die over haar en over hem heen ligt en de boel letterlijk bevriest. Je hebt ook een sprookje, een Russisch sprookje van de zogenaamde sneeuwmaagd. En daar zit dit motief ook heel erg in. Dus dat is een vrouw die je wel losmaakt in je verlangens. Dus maar, de sneeuwkoningin. Ja, maar een bevroren hart heeft. Mm. En ik vind haar wel heel empathisch, ook hoe ze reageert op hem. En ze blijft, dus het is niet helemaal een sneeuwkoningin of sneeuwmaagd. Maar tegelijkertijd wel dat dompe gevoel dat je in de winter ook kan hebben. De scherpe contouren zijn er vanaf. Het is er wel bij, het geeft een soort winterse warmte. De sneeuw wordt ook niet alleen maar geassocieerd met kou, maar ook er zit natuurlijk iets creatiefs in, iets schaatsen, iets vurigs. Maar dat ligt wel als een soort deken over die man heen. En staat symbool voor zijn diepe eenzaamheid ook. Dat hij dus geen contact kan maken met anderen, terwijl hij dat dan zo goed probeert. En eigenlijk hij veel empathischer ook uit de film naar voren komt dan zij. Maar ja, ik vond dat heel pijnlijk. Dus ja, dat raakt hem. Ja, heel mooi. Heel mooi. Ik denk dat we inderdaad deze op kunnen pakken. Je hebt op een gegeven moment in de Parsifal ook die scène met de sneeuwval. Daar moest ik zelf eigenlijk even ook aan denken. En dat is duidelijk verwijzing naar Saturnus. Dat is de planeet van de uiterste grens. Het is ook de planeet van de... die eigenlijk meer staat voor geest, maar ook de planeet die verband houdt met kou, met winter. Dus het is hij heerst over steenbok en ook over waterman. Dus dan zie je het geestelijke en het aardse. Maar de ziel zit daar niet in. En dus de ziel is eigenlijk meer op het niveau van water, het emotionele en het element van vuur. En wat je bij hen ziet, I'm thinking, dus zij komt in dat element van dat denken waarin ze eigenlijk geen echt contact heeft met hem of geen contact wil hebben met hem. Dat is even... Ja. Maar het is ook, je merkt, het matcht niet goed. Dat is hij doet wel heel erg zijn best en ook hij noemt gedichten op en dingen die haar interesseren, maar het klikt niet, weet je. En het is ook omdat zij op een bepaalde manier ook zich afsluit. Dat is evident. Tegelijkertijd zie je ook, en dat keert terug in de verhouding die hij heeft tot zijn ouders en met name ook zijn moeder. En als die moeder hem wil bejegenen, bijvoorbeeld een kus geven, dan trekt hij helemaal terug. Ja? Dat herhaalt zich ook bij haar. Ja. Dus het is, je ziet dat hij een groot probleem heeft met zijn lichaam. Ja. Heel de lichamelijkheid, dat zie je ook in de karakter. Hij heeft iets, dat saturnale, van een bijna reusachtige hier, waarin hij gewoon niet, hij kan niet dansen. Ja? Nou, dat is het thema dat helemaal terugkeert op het einde. Ja. De dans tussen man en vrouw. Ja. De dans is eigenlijk ook het liefdesspel. Dus ook weer een belangrijk thema in mijn staat van verwarring. Maar de dans als een soort bewegelijke, wederkerige, het samen zijn. Zonder woorden. Absoluut. Dus wat je bij hem merkt, hij is overintellectueel. Ja. Absoluut. Dus ze hebben typisch een hele cerebrale verhouding. Ja, hij kan haar ook volledig daarover bluffen. Hij noemt even 15 musicals op. Hij zegt, nee, ik ben niet een enorme... Maar hup, komen ze er zo uit. Zo één van denk je, dat is een nerd. Dat bleek ook, want hij was contactgestoord. Je ziet hem ook in het derde fragment, wanneer hij op een gegeven moment dat ijskokraam staan, precies. Dat die wordt een beetje uitgelachen door die twee meisjes. Want die zien gewoon, ja, dat is een loser. Ja. Dat is een man die niet goed met vrouwen om kan gaan. Je ziet hem ook daar bijna beschaamd Dus hij heeft heel veel moeite met dat vrouwelijke element. Dat is het echte, het spel, maar ook het in staat zijn om dus op een andere manier iemand aan te voelen dan alleen maar van, oh ja, nee, dat heb ik gelezen en dat weet ik ook nog en hoe gaat het met dat? Iets anders. Hè? Dus inderdaad die lichamelijke, sensitieve kant. Dus dat keert eigenlijk terug in die sneeuw. Er zit een soort van kilte. Hè? Je hebt in de antieke elementenleer heb je eigenlijk de aarde, water, vuur, lucht. En daar spelen dan de twee criteria droog of vochtig, dan wel, en daarnaast koud en warm. Dat zijn er dus, en zo worden de elementen opgedeeld. En, element aarde, waar die Saturnus ook behoort, dat is eigenlijk droog en koud. Vandaar ook de sneeuw. Dat is en dat bevriest. Dus het vloeit niet. Ja, en dat is denk ik een deel ook van wat we tegenwoordig verstaan onder atomaire relaties, waarin eigenlijk geen contact meer is tussen de een en de ander. Dus geen samenspel. Dus zij zit ook in haar afscherming, maar hij evenzeer. Zij is een vrouw die dat vervolgens natuurlijk dan ergens probeert in beweging te brengen bij hem. Of zij heeft hem ook benaderd. Hè. Wordt ook door die ouders wordt dat herhaald. Maar je merkt dat daar zit er eigenlijk een soort frust of een kneus. Ja, hoe triest ook, maar die tegelijkertijd voor haar ook weer een soort gekke fantasie is. Maar goed, daar kunnen we het zo misschien over hebben. Maar dit is even de eerste... Ja. Nee, spannende uitleg. Ja, dat is natuurlijk wel heel interessant. Nou, wil je erop inhaken? Nou, er zijn verschillende dingen die ik nog in zou kunnen weten. Die je erop zou kunnen... Ja. Zet hem op. Nou ja, een van de pijnlijke aspecten aan zijn vrouwbeeld is verbonden met zijn gebrek aan succes in het leven. Hè, zijn moeder die spreekt hem op een gegeven moment ook nog toe van... was het nou genus of genius? Ja. En zegt ook van, ja, je had niet echt talenten, maar je was zo slim. En... ook doet me ook heel erg denken aan de hedendaagse maatschappij. Mensen die best wel wat kunnen, maar hun plaats niet hebben gevonden. Hè? En hij verbindt dat wel aan een aantal cliché dingen. Bijvoorbeeld dat hij niet knap genoeg zou zijn, of zij. Hè? Dus die meisjes waar ze die ijsjes kopen, dat zijn niet zomaar vrouwen. Maar dat zijn ook cliché de populaire Facebook-meisjes. Amerikaanse stoot. Ja. Ja, ja. Van die ja, de mean girls. En dat loopt, en in zijn illusies of in zijn dromen loopt het steeds heel erg heen en weer tussen van... word ik nou de schoonmaker, conciërge? Of komt er zo meteen zelfs nog een Nobelprijs misschien? Dus zijn zelfbeeld is nogal, gaat heel erg heen en weer. Hè? Dus hij is diep veronzekerd. Ja. En hij voelt zich eigenlijk een miskend genie. Ja. En dat zit ook wel in die relatie met haar. Hè? Dus wat zij heeft ook... ja, dus eerst lijkt ze allemaal mooie schilderijen te maken. En dan later zijn die dan toch weer niet zo goed. En kan ze nou wel of niet helemaal meekomen met zijn... referenties naar Wordsworth. Dus er zit toch een soort heen en weer gaan in het succes hebben, zowel in het denken als in de maatschappelijke erkenning daarvoor. En daar zit wel duidelijk veel verdriet bij hem. Dus die eenzaamheid zit ook aan die kant. Ja, dat, en dat valt... ja, ja. Maar je kan dus ook zeggen dat, even vanuit hem bezien, hè, vertegenwoordigt zij... de anima, hè? Dus Jungiaans, ja, de zielskant. Ja. De zielskant en de bezieling. Ja. Ja, dus waar het allemaal om draait, op een bepaalde manier. Want ook wanneer hij dan die Nobelprijs in ontvangst neemt, dan zegt hij, ja, het is echt eigenlijk allemaal dankzij die ander, hè? Die vrouw eigenlijk, die dit mogelijk heeft gemaakt. Dus dat over muze gesproken. Dus de speech is overigens woord voor woord de speech die Russell Crowe geeft op het eind van A Beautiful Mind. Dus het zijn niet zijn woorden, het is gewoon letterlijk uit een film gekopieerd. Ja. Ook een film over schizofrenie. Exact, exact. Ja, ja. Ja. Nee, je ziet bij hem dus heel duidelijk dat hij wel dat verlangen heeft... En ook naar dat bezielende, dat is natuurlijk echt een klassiek motief. Hè? Dus Dus de eros die wordt eigenlijk ingebracht en daar dient die vrouw voor. Ja. Tegelijkertijd zie je in de relatie tot zijn moeder, dat is een andere representant van die zielskant, ja, dat helemaal verstoord is. Sterker nog, en dat is denk ik ook heel herkenbaar, zijn intellectualiteit is van die aard dat hij eigenlijk ook, die moeder, maar ook die vader, beide vernedert. Want hij is superieur. Dus in zijn minderwaardigheidsgevoel is hij intellectueel superieur. Ja. Dus hij, op een gegeven moment wordt hij ook heel boos aan tafel. Vanwege dat zijn moeder, die dan altijd dacht dat het ging om gay nieuws. Ja. Maar het ging om gay nieuws. Ja. Bij de, dus dat had ze helemaal niet door. En hij verwijst ook voor de Latijnse fragmenten. Dus hij heeft een soort rijkdom. Waarmee die intellectueel eigenlijk dus ook die moeder aan zich onderwerpt. Dus een hele rare verhouding tot die ouders. Ja. Dus ja, hij kijkt op een bepaalde manier op ze neer. Is toch wel weer, ook natuurlijk wel op hen gesteld, maar verknipte manier. Mm-hmm. Zij dragen hem op handen. Ja. Maar hebben tegelijkertijd zorgen over zijn... dat hij geen vrienden heeft. Dat hij sociaal eigenlijk niet functioneert. Ja. Hè? En, dus dat is de andere kant. Ja. Hij herhaalt dat geestelijk superieure eigenlijk ten opzichte van zijn eigen vriendin. Want voortdurend weet hij alles beter. Ja. Hij weet alles. Er keert iets terug van dat gefrustreerd harde in die relatie tot haar. Ja. Want hij kan alles, en hij is wel vriendelijk, maar hij weet het wel beter. Ja. Nou, dat is de... Toch? Ja, nee, dat klopt. Er zijn ook andere levendige, bezielende dingen die hij niet echt ziet. Hè? Die hond die hij niet ziet lopen en dan zijn vriendin wel. Ook op een bepaalde manier het varken. Een enorme hardheid ook. Hè? Ja, het leven. Ja. Dit is zo goud op de boerderij, zegt hij dan. Ja. Ja. Eigenlijk die levende natuur die wordt verwaarloosd. Hè? Die varkens zitten vol met maden. En... Ja. Miskent daarin ook, dat hij graag complimenten wil dat hij zijn moeder verzorgt. Maar goed, het is ambivalent. Dus ik denk dat hij ook wel... Het is ook wel duidelijk dat hij juist heel erg bezig is met zijn ouders. En ze wil plezieren en niet voor niks zijn vriendin komt laten zien. Ja, hij lijkt heel erg bezig met hoe het hoort. Hè? Hij heeft heel erg zo'n perfectie-idee in zijn hoofd van volgens deze voorwaarden moet het heel sterk. Dus hij kan inderdaad wel die toenadering zoeken, ook bij haar. Maar dan moet het wel... op zijn manier. Er zit een hele informatieve scène, is er als, laten we zeggen, het vrouw, hè, Lucy, zeg maar, op dat moment is dat nog de naam, even praat met de moeder van Jake. Maar dat is dan een hele jonge moeder van Jake. Je hebt natuurlijk in eerste instantie heb je er als oude dame leren kennen, maar de leeftijden van die ouders verandert ook de hele tijd. Ja, dan kom je in een nieuwe scène, dan is die moeder plotseling weer 10, 20 jaar ouder. Exact, hè? En het is telkens heel informatief dat Jake zelf ziet niet zijn ouders als ze jong zijn. Hij ziet eigenlijk alleen maar die aftakeling, hij ziet alleen maar dat ouder worden. Maar het is alleen maar die Lucy die ouders ook ziet op het moment dat ze nog viriel zijn en jong zijn, nog iets aan kunnen vangen met het leven. En dan spreekt Lucy spreekt even met de nog jonge moeder van Jake. En dan legt die moeder ook wel een beetje uit van ja, misschien heb ik hem ook wel een beetje verpest. Misschien was hij ook wel een beetje veel eisend. Misschien heb ik hem ook wel te veel willen cateren naar zijn eisen de hele tijd. Maar hij had allemaal van die regeltjes. En ik wist maar niet hoe ik hem tevreden moest stellen. En daarom heb ik uiteindelijk misschien iets te veel telkens hem gezegd van ja jongen, het is wel goed zo. Het is wel lekker zo. En telkens hem die medailles gegeven, ook als het niet helemaal klopte. En het lijkt alsof er iets gestokt is in de relatie met zijn ouders op die manier. Hij heeft zich niet los kunnen maken van die ouders. En hij herhaalt nu dat patroon in zijn relaties ook de hele tijd. En daar gaat hij diezelfde eisen die hij aan zijn ouders stelde. Ja, liefde, maar dan onder mijn voorwaarden. Dat komt nu terug in de relatie die hij heeft met haar. Het is grappig dat je inderdaad als kijker vaak het idee hebt... hey, nu krijg je een teken, nu krijg je een uitreiking. Zij zoekt hem op het moment dat hij inderdaad bij zijn stervende moeder even staat. En dan zoekt ze hem toe en dan zoekt ze die toenadering en dan trekt hij zich terug. Het moet de hele tijd onder zijn voorwaarden, want hij leeft... met zo'n ideaalbeeld in zijn hoofd. En dat ideaalbeeld weerhoudt hem er ook van om te zien wat er echt voor hem is. De echte mensen die er zijn. De echte relaties met zijn ouders. En in die zin heb ik ook het idee dat op die manier dat hele idee van representatie en vervorming. En hoe je eigen verlangens, je relaties met anderen kunnen vervormen. Het is een centraal thema van de film en dat laat het ook zo interessant zien. in de manier waarop het die relaties dramatiseert. Ja, ja, maar de vraag is ook, wanneer we het over verlangens hebben, wat is de vorm van het verlangen? Ja. Dus we hebben het hier een aantal maanden geleden over Robert Bly gehad. Ja. En ik denk een van de grote tekortkomingen ook van de psychologie van de moderniteit is dat ze precies teruggaat naar alleen het gevoel, zeg maar, of de neiging, een verlangen, een seksuele neiging, eetlust. Nou, en dat worden dan een soort basiselementen. Terwijl, als je kijkt naar zeg maar de Griekse mythologie, dan kun je zeggen, ja, er zijn allerlei manieren waarop die verlangens worden gerealiseerd, die in een bepaalde vorm bij een bepaald personage horen. Dus het verlangen van Venus, zelfs in seksuele zin, is anders dan het verlangen van Mars in seksuele zin. En weer anders dan Mercurius in seksuele zin. Dus dat seksuele verlangen is altijd al in een bepaalde vorm, manifesteert zich in een bepaalde vorm, ja, in een gedaante. En wat je bij hem dus inderdaad ziet is dat zijn verlangen dus een gedaante aanneemt, hè, of bij die gedaante hoort. En het is dus ook fascinerend, want we willen ook de terugkoppeling maken natuurlijk, goh, hoe zit dat bij ons en hoe zit dat gewoon in de wereld. Hè? En ik denk dat als je dan naar die film kijkt, dat je in ieder geval ziet dat hij blijkt gewoon een bepaald motief te herhalen in relatie tot dat vrouwelijke. Dus wat hij bij die moeder doet, dat herhaalt zich in relatie tot Lucy of Louisa. Hè? Want die naam verandert ook, ja. En daar kunnen we het zo nog wel eventjes over hebben. Dus je ziet dat in de hele opeenvolging van de verschillende scènes, en ik denk dat dat ook een deel is van hoe zijn leven is verlopen, hè? Of eventueel wat de toekomst is, maakt eigenlijk niet uit, maar je kan ook zeggen het is terugblik. Hij begint inderdaad met een soort nou ja, moeder die eigenlijk toch een beetje gestoord is. Wat door hem verder wordt aangewakkerd ook in de manier waarop hij zich tot haar verhoudt. Tegelijkertijd is hij heeft hij wel een genegenheid. Hè? Niet dat ze niks betekent, maar er zit ook wel eens heel sterke machtsproblematiek in. Ja. Dus je ziet ook hoe hij zijn moeder op een gegeven moment gaat voeren. Ja? Er zit iets in zijn relatie tot dat vrouwelijke van beheersing. Dat is waarin hij een eigen soort kilte heeft. Dus hij is er wel, maar dat is weer hetzelfde thema. Hij doet het wel, maar je voelt niet dat het wordt niet warm. Ook in die relatie tot zijn moeder niet. Ja, dus er zit wel en tot en met aan de sterfbed, dat ze eigenlijk voor dood ligt. En hij nog steeds zegt, nee, hij ligt te slapen. Wat gewoon ook heel significant is. Dus het is een soort herhaling. En dat bedoelde ik met het ending things, waarin dat motief, waarin hij zich tot dat vrouwelijke verhoudt, die zou kunnen zeggen dat is ook een deel van zijn eigen ziel. Wat terugkeert in relatie tot zijn moeder, maar ook in relatie tot die vriendin, waar zich eigenlijk weer hetzelfde begint af te tekenen. Want hij laat er ook gewoon in die auto zitten. Hij is ook op een bepaalde manier ruksigloos, weet je wel. Op het moment dat hij te kust, meent hij dat hij bespied wordt, gaat hij achter die man aan. Dus wordt dat ook weer helemaal doorbroken. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, ja, de relatie tot die anima verraadt dus een bepaald gemoed, zijn instelling, die zich eigenlijk in de loop der tijd of in allerlei verschijningsvormen hetzelfde laat zien. En dan hebben we hem enigszins besproken. Ja, dan moet je hem eigenlijk nu omdraaien nog even. Ja. In welke zin representeert hij ook haar animus? Ja, dat bracht jij zelf in, dus ik ben benieuwd hoe je dat dan zou zien. Ik had hem niet zo gezien in de eerste instantie. Dat animus anima tekenen. Ja, wel, zeker wel. Het is heel duidelijk dus dat zij in de Jungiaanse psychologie iets representeert van zijn eigen psyche. Ja. Dat zie je ook omdat zij leest dat gedicht voor, wat uiteindelijk zijn gedicht is. Ja. Althans, uit zijn verzameling, maar die schilderijen. Ja. Dus het is heel duidelijk het poëtische. Tegelijkertijd is zij ook wetenschapper en dat verloopt hoor. Want ook wat ze precies doet, verloopt tijdens het gesprek met die ouders. De naam verandert. Op een gegeven moment is het zelfs een hele andere actrice die je ziet op een heel kort moment. Als het gaat over de boor, is het niet meer dezelfde vrouw. Maar in ieder geval bij die dansers ook aan het einde. Ja, zij is een lapjeskat eigenlijk. Zij is een totale samenraapsel van al zijn idealiseringen over vrouwen uit het verleden. Krijg je dat is dat typisch die anima. Hè? Dus volgens Jung heeft de psyche verschillende lagen. En een van de bekende die we hier bij de Nieuwe Wereld ook vaak besproken hebben is de schaduw. Dus dat is eigenlijk wat je wegstopt, wat je niet wil weten van jezelf. Ook wat zich dan opeens kan openbaren of waar je je dan aan gaat ergeren in de wereld. Hè? Ja. Dus misschien wil je zelf niet zo weten van jezelf dat je dingen heel gecontroleerd aanpakt. En dan ga je ergeren aan een collega die dat dan wel, die dat dan nog erger doet. Hè? Ja. Dus dan krijg je de projectie van de schaduw. Maar bij de anima is het meer het innerlijke vrouwelijke, dus het innerlijke zachte. En het, ook het, juist het erotische, het verbindende met de wereld. Nou ja, en dan heb je nog het diepere zelf. Hè? Dat zijn eigenlijk de belangrijke lagen. Nou, we hoeven hem niet Jungiaans, hoor. Ik heb veel meer met Hillman in dat opzicht. Ja. Maar je kunt hem wel inzetten. En dus laat hem vooral omdraaien. Ja. Ja, ik dacht, ik schets hem even kort. Hè? Dus en de vrouw heeft dus dezelfde structuur. Maar die innerlijke onderbewuste kant, die moet ook door die schaduwproblematiek heen. Maar die stoot ook op het innerlijke mannenbeeld. Ja. En dat is in eerste instantie ook de vader of de relatie die je met je broer hebt. Maar dat zijn allemaal projecties ook. Dus die vader triggert ook dat innerlijke mannenbeeld bij je. Zoals dat dus bij de man ook gebeurt met het innerlijke vrouwenbeeld en de moeder. Ja. En dus gaat het ergens ook, heb je het idee van in die film, die reis die hij onderneemt, die hele film, gaat ook een beetje over zijn... Dus confrontatie, ja, de zielenreis en ook het benaderen van dat vrouwelijke in zichzelf. Wat hij dus ergens, zoals jij net al zegt, eronder probeert te houden. Hij probeert ergens controle te houden over die vrouw. Maar in welke zin is hij nou ook onderdeel van haar reis dan? Wat is dan precies, waarom zoekt ze zo'n nukkige man die dat contact zoekt terwijl ze dat eigenlijk niet wil? En die dan zo bovenop haar zit en haar meeneemt, terwijl ze dus eigenlijk... heel duidelijk in een soort relatie, ja, zoals ook wel herkenbaar. Je zit in een auto en hij rijdt. Op een gegeven moment hebben ze het zelfs over, hè? Dat een trein, de trein kan je niet uitstappen. Precies. Ja, dat een relatie als een rijdende trein waar je niet uit kan stappen. Ja, maar, dat, maar ook op het niveau van zeg maar de ziel, om een zwaar woord te gebruiken, vind ik dat wel een mogelijke beschrijving van. Ik ken mensen die zo in elkaar zitten, zeg maar. Dus dat je sterk het idee bij ze van, ja, zij gaan gewoon, maar ze zitten zelf ook niet per se aan het stuur. Ja. En dat is een ervaring. Ik kan me voorstellen dat zo'n vrouw ook bestaat. Maar, wat is het nou psychologisch dat ze dat opzoekt en dat ze daarin blijft zitten? Hè? Wat zegt dat over de vorm die haar animus dan aanneemt? Ja, nou even los van animus. Want ik vind dat Jungiaans ook verwarrend. Dus ik begin denk ik al met te zien dat zij is degene die dus die titel van de film uitspreekt. Ja. Hè? Dus I'm Thinking of Ending Things. Ja. Dus dat is dat vertrekpunt dat zij geen contact heeft. Je kan het op zielsniveau bij hem interpreteren eigenlijk dat die ziel gewoon afscheid neemt van hem. Precies. Hè? Dat is hij is er niet. Hij komt, weet je, ik krijg hier geen contact mee. Hij is... koudbloedig of zo. Maar zij heeft hem wel degelijk zelf benaderd. Maar dan is het de type man die eigenlijk moeite heeft met vrouwen. Die verlegen is. Die met zijn vrienden een of ander spel aan het spelen is. Wat was het? Een encyclopedisch spelletje. Hij is gewoon een nerd. Zo'n encyclopedisch spelletje. Een beetje wat ze in die cafés wel eens doen, hoe heet het ook alweer? Magic the Gathering? Zo'n pubquiz-achtig, volgens mij was dat het een beetje. Ja. Dus hij zit daar, en dat was dan Einsteins moustache of zo, of Einstein, iets met Einstein, toch? Brezhnev's eyebrow. Oh, Brezhnev, dat was het, ja, sorry. Brezhnev. Dus dat was een... neurderige verwijzing. En waarin een soort superioriteit zit. We zijn allemaal slim en zo. Ja. En overigens is het heel interessant dat hij zelf zegt... ja, we dachten nog even een andere naam, Ibsen. Ibsenity. Dus de zelfheid, de ikheid. Maar dan in het Latijn. Ja. Dus de... Nou, en kijk, op een bepaalde manier kan dat ook weer voor een bepaald slag vrouwen, die bijvoorbeeld wat meer intellectualistisch is, kan zo'n man ook wel weer interessant zijn, omdat het niet zo gevaarlijk is. Je denkt van, oh, dat is een, ik kan het initiatief nemen, daarom zeg zo, ja, ik moet ermee ophouden. Weet je, dat weet zo. Ook weer die controle dus. Ja, van beide kanten. Ja. Dus zij denkt alsof ze in de lead is. Ja, maar... terwijl wat je gaat zien, is dat zij eigenlijk volkomen in die trein zit, waar ze niet uitkomt. Ja, maar ook het spoor bijsterakt. Dus zij denkt van, ik ben hier eigenlijk degene die hem benadert en ook, nou, ik ga ook maar weer ermee ophouden. Dus zij lijkt aanvankelijk in charge, dat denk je ook. Maar ondertussen gaat ze wel mee en wordt ze meegevoerd, omdat ze ook niet... het echte risico is aangegaan. En dat blijkt juist een heel groot risico te zijn, want ze komt met een of andere gek opgezadeld. Ja? Dus zij raakt ook in de psychisch eigenlijk ook, omdat ze een deel van zichzelf niet serieus heeft genomen, keert dit terug in de vervreemding en de relatie die ze krijgt. En daarmee zit ze met iemand opgeschreven waar ze eigenlijk niet... Maar die er wel op allerlei manieren en ook een beetje kleineert en meeneemt in gebeurtenissen waar zij geen enkele grip meer heeft op wat er voorvalt. Tegelijkertijd is zij wel degene die ook nog steeds doet. Want dat zie je ook, zij gaat de kelder in. Dat is ook weer natuurlijk een heel mooi begrip van de ziel die naar de onderwereld toe gaat. Ja, daar. En waar hij bang voor is. Dus zij heeft in die zin macht over hem, dat zij met iets komt wat toch ontregelend werkt. Of waar hij bang voor is. En dat is op een bepaalde manier haar macht. Het is het meisje wat de grenzen overgaat die hij niet over durft. Ja, en wat ik aan het begin zei ook, dus dat ze zich uiteindelijk toch niet committeert. Ze is dus die voleinding aan het volbrengen. Ja, dus ze wil niet echt voor hem gaan. Ze is al onderdeel van... Nee, maar ze komt wel in een idiote situatie. Ja. Die zit totaal niet meer de basis. Waarbij ze wel de dingen doet, maar ook niet weet wat er dan gebeurt. Ja, nou, in die zin verliest ze het spel. Nou ja, je ziet desintegratie. Het is echt alsof een hele persoonlijkheid... Eigenlijk alsof ze allemaal uit elkaar vallen. Dus dat beeld van het varken, waar de maden in het lijf zitten, dat is natuurlijk ook, overigens is dat ook natuurlijk, Dionysus wordt verscheurd door de titanen en dat is de dismemberment, het in stukken scheuren. Het lijkt alsof die levens dus titaans in stukken worden gescheurd. Nou ja. Nou ja, het is even een... ja. Nou ja, het is duidelijk dat het een gekmakende film is ook. Dus je kijkt het is een mindfuck. Ja. Dus die zit heel erg... Maar sowieso is het een hele hoofdelijke film ook. Dus misschien dat ook het Titaanse is. Dus dat het verscheurende heel erg zit ook in dat die mensen... Ze kunnen niet echt contact maken met de wereld, niet echt met zichzelf, maar zitten wel heel erg in hun hoofd. En niet echt met anderen dus. Nee, en alles is gefragmenteerd. En er komt iets bij waar Willem in het begin over sprak, dat postmoderne, dus die verwijzingen de hele tijd naar literatuur en films. Ja. En dat ook je werkelijkheid wordt. Dus je identificeert je eerder met de mensen op de tv dan mensen, want in het echt ken je mensen niet. Ja, dus in die zin ook een desintegrerende. Ja, het echte leven is al lang weer aan het vergaan. Maar die beelden waar je aan vasthoudt, die je aan elkaar soldeert. Van YouTube en Netflix. Dat is grappig, want het doet me denken aan een essay van Stiegler. Of Stiegler, moeten we geloof ik zeggen. Bernard Stiegler. Ik ben de titel even kwijt, maar dan bespreekt hij dus een Franse film die helemaal bestaat ook uit liedjes die populair zijn geweest in de afgelopen decennia. Ja. Zoals je dat ook wel kent, weet je wel. Dus, en voortdurend zingen dan de personages in die film op beslissende momenten zingen ze zo'n liedje van, of delen uit zo'n liedje. En hij verbindt dat, Stiegler, met eigenlijk de moderne technologische consumptiemaatschappij. En waarin wij op een bepaalde manier, zou je kunnen zeggen, geprogrammeerd worden om precies door de reproductie van culturele iconen. Dus, dus we hebben niet meer ons eigen gevoel, maar we door middel van het liedje verhouden we ons tot de wereld. Dus we zijn een soort buiksprekers geworden. En dat zie je hier inderdaad ook, ja. Dat hoort bij dat fragmentarische. Want en dan komen we misschien ook op dat Ibsen. Er is juist geen zelf meer hier. Dus wat je ziet is, om met Hillman te spreken, falling apart. Uiteenvallen van motieven. En die wereld die leeg is, die zuigt zich dan vervolgens voor met die motieven in het nieuws. Hè? Dus dan krijg je opeens dat Will Smith of Joris Luijendijk, die zegt iets over de 7 vinkjes. En Will Smith die geeft een klap in het gezicht omdat zijn vrouw beledigd is vanwege een ziekte. En dat, als het ware, dat incarneert dan opeens in het publieke domein. Dan heeft iedereen ergens overal pijn. Dit kan echt niet meer en nou moet het klaar zijn met de achtergesteldheid van deze groep. En ik voel die pijn al mijn hele leven. En nu is het gearticuleerd. En nu is het ook... Nu leef ik het zelf ook. Hè? En dan, dat is precies dus die op de een of andere manier het volzuigen van die archetypen die via dat nieuws en Netflix en tv dan tot je komen. En die waar je ook op een gekke manier niet meer tegen kunt bewapenen. Dus die komen gewoon binnen ook. Ja, en hoe dat precies zit, alsof je ook... Er is geen Ibsen meer om dat te filteren en te relativeren. Nee, je komt gewoon direct... Komt dat binnen, zeg maar, in je hoofd. Ja. Ja, dus die fragmentatie ook, nou in die zin is die ook, het is fragmentatie, maar het is dan ook weer van binnenste buiten keren of zo. Je gaat over van buiten naar binnen, je verinnerlijkt dan die nieuwe ideologie weer helemaal. Het is een gek soort dynamiek. Ja. Want die fragmentatie die gaat dus gehuld in een soort van, we weten heel goed hoe het zit en wat de problemen zijn. En dan identificeert zich ook vervolgens bijvoorbeeld, dan krijgt hij die Nobelprijs. Dat is dan op vormniveau kennelijk alweer helemaal een referentie naar A Beautiful Mind, die film. Maar het is ook tamelijk gestoord van waar krijgt hij die Nobelprijs nou precies voor? Een soort raar musical liedje zingt hij. Dat loopt dan ook weer door elkaar heen. Dus die vormen, die referenties, die... Het is ook, in de film zit helemaal niet het beeld dat hij ergens een Nobelprijs voor krijgt. Dat is... Nee, maar het is allemaal spektakel. Overigens ook een verwijzing in de film. De spektakelmaatschappij. Ja, precies. Ja. Dus maar dan komen we wel toch ook op dat andere motief. Hij is aan het einde ook die oude Saturnus. Hè? Die oude man. Dat is dus dat... dus ik vind jouw duiding ook wel adequaat. Die terugkeert naar zijn school. Daar ook een conciërge is geweest. Ja. En waarin je in feite ziet hoe hij dat dansende stijl aanvalt, omdat hij verliefd is op dat meisje. Mm. Dus daar herhaalt zich weer dat motief eigenlijk. En hij doodt dat meisje. Doodt die jongen, sorry. Doodt die jongen, omdat... maar hij loopt daar uiteindelijk met dat, in zijn naki. Dus er is een soort van... ontluistering, precies. Toch? Je ziet, hè? Dus in zijn naaktheid loopt hij dan dat schoolgebouw binnen. Ja. In de wasmachine, in die kelder, heeft dat meisje al dat tenue zijn gevonden. Zijn pak gezien, zijn dus pak. Hij wil niet dat zij de kelder in gaat. In de kelder ook, ziet zij dat tenue. Ja. Dus dat is al voortdurend, natuurlijk dat hele beeld, dat zelfbeeld, wordt ook permanent ondermijnd en verstoord. Ja. Want dat meisje gaat naar iets toe, die ziel, en die ziet iets van de waarheid in de kelder. Wat die onder het vloer kwijt, in zijn waan eigenlijk heeft weggedrukt. Precies. Ja. Dus dat is ziet... maar maatschappelijk gezien is dat vrij simpel, namelijk dat hij zich dus een soort van intellectueel waant. Ja, terwijl hij de vloeren schoonmaakt. En hij combineert dat. En dat lukt waarschijnlijk wel aardig, maar er zit een diepe frustratie in. Absoluut, dus een minderwaardigheidsgevoel. Eenzaamheid aan zijn kant. Ja, en die maatschappelijke miskenning. En... Nou ja, dan pleegt hij dus uiteindelijk een soort van zelfmoord. Ja, dat is, zo kun je het wel interpreteren, de film. Als een, en hoe je dat dan weer moet interpreteren. Want hij loopt naakt, maar ook sereen. Ik weet niet of dat helemaal het goede woord is, maar met een soort van... alsof hij naar een soort offertempel gaat of zo. Hè? Hij is wel in het reine met wat hij dan doet. Dus hij loopt door die gangen met dat varken dat dan ook een paar van die... Ja, gedesillusioneerde uitspraken doet van sommige mensen zijn helemaal gemaakt dat ze maden kunnen krijgen en die moeten ermee leren leven en dan is een beetje schokschouderend en hij hobbelt zo. Ja. Maar ook nog bijna glimlachend. En dan kijkt hij dus de dood in de ogen, of dat blijft in het midden. Maar... Ja, maar hij laat zich meevoeren bijna. Hè? Dat is ook een beetje zo'n thema dat door de film heen speelt. Dat hij nooit op het moment dat het ertoe komt, gaat staan voor zijn eigen keuze. Er zit aan het begin, als ze nog niet bij die ouders zijn geweest, ook zo'n heel typerend moment. Dat hij haar aangeeft, hey, als je nog even iets wil eten, dan moet je het nu zeggen, want het kan nou nog. En zij zegt, nee, hoeft niet. En dan komt hij er nog een keer op terug. Hey, als je iets wil eten, hij wil eten. Maar hij wil niet zeggen dat hij wil eten. Hij wil dat zij het initiatief neemt. En zeggen, want hij wil niet voor zijn eigen, behoeften uitkomen. Hè? Dus hij moet telkens mensen voor zijn karretje spannen. Zodat hij toch door een scheming manier uiteindelijk krijgt wat hij wel wil. Want hij durft geen beslissingen te maken. Hij moet dat telkens ophangen aan iemand anders. Hij is dus ook nooit onder dat juk van zijn ouders uitgekomen. Hij durft nog steeds niet... garant te staan voor zijn eigen beslissingen. Ja. Goed, en dat maakt dus ook dat die... Maar eigenlijk... de beslissing, ik weet ook niet helemaal of dat het woord is hoor. Maar als het grote motief is, zeg maar, de volleinding van het leven of de eindigheid... dan is het toch wel zo dat hij... dan zou je het als een keuze of als een... de bestemming is toch dan het eind van zijn leven. En je zou de film zo kunnen interpreteren dat hij dus terugblikt. Ook gecombineerd met dromen en illusies. Het is niet alleen maar een herinnering, dat is ook duidelijk. En dat hij dan beslist om uit het leven te stappen. Ja. Vanuit een soort van, het is niet gelukt. En waar die nou afscheid van neemt dan. Of het alleen maar dit leven is. Of dat hij een punt zegt achter al die fantasieën. Maar daar lijkt hij ook boven te staan. Ja. Het is niet alleen maar iets wat hem overkomt. Dat is mooi aan de film. Nou. Ik denk eerder dat het... Ik vind het juist de voleinding van zijn depressie. Dus het is niet voor niets dat dat... Kijk, er is een hele interessante wisseling. Want dat meisje zit namelijk alleen in die auto. Dus hij is weg uit die auto. En je kan ook zeggen, dus die zit moederziel alleen. Het is dus de ziel eigenlijk die daar in die auto zit. En zij slaat om in hem, in die oude man. Ja, dus het is... het gedicht dat zij op de heenweg heeft gelezen, was het uitermate toch neerslachtig, zwaarmoedige gedicht over thuiskomen is vreselijk en eenzaam. Ja. Dat kun je ook, dat is bijna een omkering van wat thuiskomen normaliter is. Dan verwacht je warmte en genegenheid en juist samen zijn. Hè? Kerst, thuiskomen, coming home for Christmas, hè? Chris Ria. Dat was het warmte van... dit is volstrekte omkering. Dat zie je ook. Hè? Dus dit is naargeestig bij die ouders. Maar zij heeft dat gedicht al geciteerd. En daarmee zegt, dit lijkt wel als het over mij gaat. Ja. Dus dit is, wow, dit gaat... En zij is degene die dus eigenlijk die stem ook belichaamt. En dat is dus heel dubbel. Zij is en de muze en de inspirator, de bezieling, maar ze is ook nog het voelen van de depressiviteit. Het voelen van de zwaarte, de verlorenheid. En zij slaat om in die oude man. Dus die in zekere zin, In de ziel ligt natuurlijk het gevoel, dat is het gemoed. Hij heeft heel sterk zich cerebraal, geestelijk beschermd tegen van alles en nog wat. In een fantasie die eigenlijk een heleboel moest wegduwen. En op het moment dat zij ook dus de kelder in gaat, oftewel dus de ziel als het ware het onderbewuste in gaat, of ook dat wat nu echt gevoel wordt, hè, dus de ziel is ook de subjectieve factor, dus wat betekent het nu? Hè? Dat heeft met zin te maken. En dus je ziet hoe zij, als het ware, je kan je ook zeggen, in deze reis door zijn panzer heen breekt, hier de kelderen in gaat. Maar ook degene is daarmee die dus zijn verlatenheid belichaamt. Dus ultieme verlaat, daarom vind ik dat hij dus heel goed. Ja, maar goed, je zou dus ook wel kunnen zeggen dat die man, dus hij is ook conciërge, als conciërge mee aan het schoonmaken en onderhouden, dat is ook weer mooi. Dus die kijkt terug. Zit allemaal vreugdeloos, Jelle. Dat is toch hoe die door die gangen loopt. Ja. Volstrekt desolaat. En dat is vreugdeloos. Ja, misschien wel. Misschien net als dat zorgen van zijn moeder ergens. Hè? Ja, ook vreugdeloos. Het is allemaal vreugdeloos. Ja, dus jij ziet dus als het die zelfmoord is, dan zie je het gewoon als de laatste stap van een ziekte. Van die depressie. Ja. Hij neemt afscheid van zichzelf. De film wordt steeds depressiever. Ja, het is een treurige film. Ik denk dus ook dat... Je kan ook zeggen, er ligt een opgave in. Ik bedoel, dat is de andere kant. Hè? Er was een jaren 60 credo, luister naar je eigen gevoel. Ik denk dat dat wel ongelooflijk belangrijk is. Maar het is ook heel erg moeilijk. Want dat is wat ze in de 60's misschien iets te makkelijk hebben opgevat. Van wat is dat, weet je? Wat is überhaupt dat eigen gevoel? En wat ben jij ten diepste? Of hoeveel is er door media, door allerlei vervuiling eigenlijk vertroebeld geraakt? Ja, een combinatie van media en dus dat nadenken voortdurend, hè? Ja, juist dat nadenken. Ja, dat solipsistische. Ja. Ook weer inderdaad. Solo-ipse. Ja, precies. Daar wordt natuurlijk ook een aantal keer heel sterk op gezinspeeld in de film. We moeten uit ons eigen... Je zou uit je eigen hoofd moeten treden. Dat zeggen ze ook, dat is de reden waarom ze die reis ondernemen, is om even uit je eigen hoofd te treden. Ja, dat is natuurlijk precies, eigenlijk heel grappig. Prachtig, ja. Want het is dus een reis in je hoofd eigenlijk, hè, die je maakt. Ja. Reis in de ziel. Nou, ik vind het grappig omdat het gaat over dat fragmentatiepunt en dat postmoderne. Ik vind het grappig dat de film bijna stelling lijkt te nemen tegen, tegen die fragmentatie. Omdat die ergens natuurlijk heeft de film iets heel gefragmenteerd. Alles staat voor iets anders. Natuurlijk ook iets wat Jung zegt over het onbewuste. In het onbewuste staat ieder ding voor een ander ding. Nou, dat heb je bijna in deze film ook. Eigenlijk bijna is alles allegorisch. Overal kan je wel weer een teken achterlezen. Maar dat de filmmaker geeft je als kijker de tekenen mee. Waardoor je grip kan krijgen op wat er gebeurt in de ziel van dit personage. Maar het personage zelf lijkt telkens de tekens te missen. En in die zin denk ik van, dus dat verwijzingenspel, dat heeft een einde. Het is niet oneindige fragmentatie. Als je maar weet, als je maar durft jezelf te confronteren. He, al die tekens die hij krijgt, die brengen hem, zouden hem dichter bij hemzelf kunnen brengen. Hij wil de kelder ook niet in. Hè? Maar hij wil er niet naartoe. Hij durft het niet aan. Take the nightgown to the basement, zegt op een gegeven moment die moeder ook. Live dangerously, zegt die moeder op een gegeven moment tegen Lucy, tegen het personage. Maar dat is precies wat hij niet durft te doen. Precies. Ja, en hij heeft door faalangst, door minderwaardigheidsgevoel. Maar dat herhaalt zich dus in Lucy. En nogmaals, dat kan zijn ziel zijn. Maar je kunt het ook zien van dat soort meisjes krijg je dan. Hè? Dus dat soort vrouwen, die spiegelen zich dan in elkaar. Dus het is ook nog even los van wat er, welk perspectief je inneemt. Kun je zeggen, dit kan zich ook gewoon zo realiseren. He, dus waar ik mee begon, als dit een archetype is, is dat ook wat er wordt losgeroepen bij degene die tegenover je zit. En zo raak je, en dat is, dus je zegt fragmentatie, het is tegelijkertijd ook verstrikking. Dat voelde ik ook als woord, verstrikking, gevangenschap, ketening, vastzitten in iets waar je geen lucht meer krijgt bijna. Ja. Maar iets wat je niet kan beëindigen. Iets wat je niet kan beëindigen. Dus I'm thinking of ending things. Ja. Dat is iets wat zij niet kon. Want ze doet het niet. Ze gaat gewoon door. Ja. En ze breekt er niet uit. Maar dat kan ook zeggen, zijn ziel is niet in staat om zich te melden. Ja, en haar ziel ook niet. Nee, maar dus als zij de verzinnebeelding is van zijn ziel. Ja, maar andersom dus ook. Ja. Nee, maar andersom ook. Kan je ook zeggen dat er natuurlijk bij haar dat speelt. En zit er bij haar een soort gevangenschap in. Ook zowel in een gek soort minderwaardigheid, maar ook het idee van ik heb macht hierover, over deze man. Waar we het net over hadden. Ja, een soort nonchalance van ik hoef er als ik er niet echt voor ga. Nou, dan ga ik het toch maar proberen. En dat is denk ik wel heel reëel, hè? Dus een soort dit is de pragmatische relatie. Pragmatische relatie. Verstandshuwelijk. Ja. Ja. Verstandshuwelijk, ja. Absoluut. Ja, waarbij zij in charge is, ogenschijnlijk. En uiteindelijk natuurlijk al volledig verliest. Ja, pijnlijk. Ja. Want hij is gewoon weg. Hij is zo met zichzelf en met zijn frustraties bezig. Precies. Dat in de kern, hoe sympathiek hij ook lijkt ten opzichte van haar, is het toch gewoon, draait het om hem. Ja, hij mist de warmte van zijn ouders ook. Hè? Dat is, die ouders die ontvangen hem ook wel weer warm. Dus het wordt steeds surrealistischer, maar er is een soort genegenheid naar hem. Is het warm? Het is ook gek. Het is nerdy. Van die ouders naar hem toe. Hè? Ja, maar ook, dat is toch ook niet gezond? Ja. Er zit iets compulsiefs in. Misschien zoals hij met die... bij hem sowieso. Die moeder die... Ja. Het is toch allemaal heel gek, joh. Dat is toch niet een normale warme relatie? Nee, normaal is het sowieso... Nou, ze verwaarlozen die dieren. Het is sowieso daarom niet normaal. Dus die ouders, daar zitten ook al... Dat herhaalt zich dat hele probleem. Hij heeft eigenlijk geen... over Bly gesproken. Ja. Hij heeft geen vader die volwassen rol belichaamt. Nou ja, waardoor hij ook dus zo in de wereld heen en weer schiet tussen conciërge en Nobelprijs winnen. Absoluut. Geen realistische verwachting van het werkveld. Absoluut. Nee. En ook niet geen realistische verwachting van een tripje trouwens, met sneeuwkettingen op terwijl het stormt. Dus, ja. Nee, hè? Nee, maar dat is dat weer dat... diep onpraktisch. Ja. En misschien ook maar emotioneel heel pragmatisch toch? Ja. En misschien een heel idealistisch beeld ook in zijn jeugd meegespiegeld gekregen. Er zitten natuurlijk je hebt inderdaad wat je hebt in de boerderij. Heeft hij natuurlijk wat hele traumatische dingen gezien. En je krijgt ook het idee dat het daar misschien met zijn ouders niet goed over is kunnen gaan. Nee. Maar je hebt ook het idee dat in dat gezin waarin hij is opgegroeid, dat veel met de mantel der liefde is bedekt en dat het veel ging over de schone schijn. Dat idee krijg je een beetje aan hoe zij bijvoorbeeld ook die kersttaart op tafel zetten. Absoluut, en zo. Nou, die is al 6 maanden oud, maar het maakt niet uit, hier is nog steeds dat. En dat hij dus een heel onrealistisch... Maar niets van gegeten wordt, hè? Nee, ook dat. Dus dat is heel grappig. Dus alleen maar die schijn. Het gaat allemaal over de schijn, maar het gaat helemaal niet over... Het moet niet tot leven komen, hè? Ja, dat zijn weer die referenties die op zich staan. En dat hij dus niet... Hij is dus ook niet weerbaar uit zijn opvoeding gekomen. Voor die wereld. Hij is niet als volwassene... Waardoor hij er eigenlijk heel lang mee bezig blijft ook. Absoluut. Want je kunt dus zeggen aan de ene kant... Het is een belangrijke les van de film. Dat is toch ook een kenmerk? Ja, dat is het. Mensen die op 30 en 40 nog steeds met hun ouders bezig zijn... Ja. Op een gekke... Ja, nee, weet je... Nee, als therapeutische invalshoek is het, kan het wat opleveren. Maar het heeft iets afwijkends, ja. Het afwijkende is namelijk dat je dan dus... Je gaat al je pijnen daarin naar terugredeneren, wat natuurlijk ook lukt. Maar dan raak je zelf verstrikt in je afhankelijkheid daarvan. Ja, maar dan zie je ook hoe hij de autonomie en de afstand verdwijnt dan, want je gaat dan terugrennen. Nou ja, goed, dat is wel interessant natuurlijk, omdat in heel veel therapeutische praktijken is het juist de standaard dat je, wanneer je op zoek gaat naar je eigen, wat je nou zelf wil, zoals je net zei, dan ga je juist terugredeneren naar waar kom je vandaan, hoe ben je opgevoed, wat is jou aangepraat dat je belangrijk vindt. Ja. Dat wordt dan gezien als de diepere laag. Terwijl, ja, inderdaad, het wordt triest als je dat nog aan het doen bent op je 40ste. Of, nou ja, die leeftijden lopen dus door elkaar. Hij wordt op een gegeven moment ook 50 en 70, dus... Ja. En dan zit hij dus nog steeds met zijn moeder in zijn hoofd. Ja. Hij kan het niet loslaten. Ja, en op diezelfde verwrongen manier. Dus er is heeft geen ontwikkeling plaatsgevonden. Nee. En wat dan heel mooi is... Geen ontdooiing. Wat dan terugkomt aan de tweede helft van die film, is dan, het ging natuurlijk eerder ook over hoe je dan terechtkomt in een samenleving waar ook allemaal onrealistische beelden jou worden voorgeschreven over hoe het leven eruit zou moeten zien. Je hebt natuurlijk die hele opmerkelijke passages van hem bij die Talsi Town, die McDonald's-achtige plaats, die ook staat van, nou, hier is alles mooi, in Talsi Town is het leven perfect en hier is er eten voor iedereen. Dat zijn wel van die vieze shakes waar je dan één slok van neemt en dan gooi je het ook weer weg. Precies, dat is veel te zoet, weet je. Ja. Dus zo'n structuur krijgt dan grip op een persoon dat al heel kwetsbaar uit zo'n gezinssituatie komt. Omdat hij hele verwrongen ideeën heeft over zijn ideaalbeeld en over wat goede relaties. Maar ik denk dat dat dus echt wel de lijn is die je uit deze film kunt halen. Dus hoe je eigenlijk een cultuurverlies waarneemt, waarin de hele opvoeding in de richting van volwassenheid, dus dat je in staat bent om een gemeenschap te vormen, met de andere seksen om te gaan op een natuurlijke manier, maar ook de hele wereld is verder afwezig, hè? Dus het is, er is geen politieke dimensie. Nee. Dus je ziet hoe hij inderdaad ook, alleen nog maar als spektakel, als Nobelprijswinnaar of zo. Maar dat hele gemeenschapsidee is eigenlijk is weg. Nou, dan zie je dus dat die ouders ook die rol niet kunnen vervullen. En dat in de commercie dus voortdurend beelden worden aangezwengeld die eigenlijk jou helemaal niet helpen bij het vinden van een soort evenwicht. Ja. En dan projecties. Het is heel dubbel, want het is dus die literatuur en die films die hij aanhaalt, die gaan vaak ook over die projecties. Dus dat gedicht van Wordsworth bijvoorbeeld, dat heet ook Lucie. Ja. Dus dat is dat in de Nederlandse, en sowieso in de literatuur zie je dat veel. Dus bijvoorbeeld Dante dacht dat hij Laura heeft, een soort vrouw die hij dan bedenkt. En poëzie van Achterberg zie je ook. Het gaat allemaal over een soort geïdealiseerde vrouw. Precies. En in films zie je dat ook. Dus ook in deze film. Dus die referenties die zijn leven vullen zijn ook heel romantisch. Heel romantiserend nog eens een keer. Op een gegeven moment ook, hè? Friedrichs reiziger boven de zee van mist komt heel prominent in beeld. Zo staat hij ook te wachten op zijn ouders onderaan de trap als hij ze voor deze keer ontmoet. Dan is dat romantiek, en dat is natuurlijk een centraal thema ook in de hele film. Romantische misconcepties, dat ideaalbeeld wat je leven beheerst. Ja, dus dat is het wordt dus heel leeg. Heel, en eigenlijk gevoelloos. Dat is dus fascinerend. Dat is weer die geest en het voorkomen losgezongen zijn van dat persoonlijke. Precies. Ja. Nou, dat is denk ik eigenlijk misschien nog wel het meest typerend. Dat de band met het eigen en het persoonlijke is volledig verstoord. Ja. En dat is dan wel het gekke, want dat is dus een eenzame film waarin je helemaal teruggeworpen is op zichzelf. Ja. En je zou hem ook, het is ook moedig om zo te lezen, ik krijg er ook wel sympathie voor. Maar het is dus ook uiteindelijk een eenzaamheid ten opzichte van jezelf. Terwijl het lijkt aanvankelijk meer over de wereld te gaan. Maar hij staat ook in zichzelf dus. Ja, daarom worden die gespleten alleen. Ja, absoluut. Ja. Nou jongens, we hebben volgens mij een aantal toch centrale thema's en sleutelthema's uit de films toch wel heel met enige diepte kunnen behandelen. We willen ook niet oneindig lang doorgaan, want we gaan ook nog andere afleveringen maken op ditzelfde thema. Dus dan kunnen mensen gewoon weer aansluiten. Ja. Kijkers, hartelijk dank dat jullie wilden meekijken naar deze uitzending. En dus als je de film nog niet had gekeken, bij deze zeker een aanrader. Dan gaat ook misschien dit gesprek, doet dan iets meer een belletje bij je rinkelen. Laat ons weten wat je ervan vindt, ook van onze interpretaties onder de video's. Dus leuk om te lezen. En als er zelf films zijn die je graag zou willen zien en waarvan je het leuk vindt dat wij die hier bespreken, dan stuur vooral een mailtje naar redactie@denieuwewereld.tv en dan kunnen we daar ook nog eens een kijkje naar nemen. Voor nu hartelijk dank en tot de volgende keer. Beste kijker, als je meer van dit soort uitzendingen van De Nieuwe Wereld wilt blijven volgen, abonneer je dan op ons kanaal.